Goedemorgen man, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend, ik zit lekker aan de hoeksteen te werken en te editen de weekvlog. Dat is helemaal oh jongens, het is zo heerlijk weer. Ik ben al de hele ochtend lekker buiten aan het werk bij mijn ouders. En ik ben dus bij mijn ouders helemaal mijn parfum vergeten. Dan had ik Parfumado meegenomen. Het zit standaard in mijn tasje. Het is ideaal. En ik heb dus allemaal weer nieuwe geurtjes gekregen. Dus die ga ik met jullie even laten zien. Het komt altijd super chill aan. Deze schijnt heel lekker zijn. Isa Luna die zei dat ik deze moest proberen. Want ze had dit ook gedaan. Dus ik dacht, let's try it. Parfumado en Parfumado is dus de formaat en travel case. Je kan dus ook abonnement aangaan bij Parfumado. En dan krijg je elke maand een nieuwe parfum. Kan je lekker afwisselen. Lekker aan het seizoen. Hoef je niet een mega dure grote flessen te kopen. Oh my god, deze ruikt lekker. En ik vind het gewoon zo ideaal voor tasjes. Ik heb echt gewoon in elk tasje zo'n dingetje zitten. Dan hoef je niet zo'n parfum mee te nemen. Het is echt de lifehack van de eeuw. De vorige keer een quiz gedaan. Uit die quiz komen dan dus allemaal soorten parfummetjes. Bijvoorbeeld je top 3 parfums. En dat vond ik heel erg leuk. En alle parfums heb ik echt met liefde allemaal weer opgemaakt. Dus ik ben heel blij dat ik een nieuw voorraadje heb. Heel blij mee. Ik gebruik het echt heel veel. Ook ben ik natuurlijk op reis geweest naar Turkije en naar Valencia. En dan gaan we deze zomer nog naar Italië. Dus ja, het is gewoon echt de oplossing voor reizen. Je tas mee. Ja, ik vind het gewoon echt ideaal. Ik heb ook echt super veel mensen in mijn omgeving mee ingeflitst. Alle meiden op kantoor, die hebben nu ook een Parfumado abonnement. Omdat ze gewoon zien bij mij hoe chill het is. Dit is Candle van Jean-Paul Gaultier. Oh, deze vind ik heel lekker voor lekker een event, een avondje uit of zo. Wat zoetiger, wat vrouwelijker of zo. Deze is echt een hele lekkere everyday. Dus die van Versace Bright Crystal. Ja, dat is een hele lekkere everyday. En dan hebben we ook nog This Is Us van Zalig & Voltaire. En dat is altijd lekker. Oh, ik hou echt van Zalig & Voltaire. This Is Hers ook lekker. Dus ja, heb je een beetje inspiratie nodig. Een van deze zijn echt top. Heel erg lekker. Ben jij helemaal benieuwd en excited geworden? Kan je de eerste maand met 50% korting uitproberen? Super chill. Link staat in de beschrijving. En met Sarah Verwoerd 50 krijg je dus 50% korting op de eerste maand. En kan je even ja, uitproberen of het wat voor jou is. Ik zou ook de quiz aanraden. Vond ik ook leuk om te doen. So, check it out. En ik ga nu even boodschappen doen. Want er is echt helemaal niks hier in huis bij mijn ouders. Ik ben helemaal thuis. Cecile is hele lekker. Ja, het ziet er nu echt goor uit. Ja, het ziet er nu goor uit. Maar ik ga laten we even zo zien. Kippensoepie. We gaan lekker eten. En we gaan vanavond ook bananenbrood maken. Nou, lekker. Ja, maar we hebben van die stokken, hè? Cecile en ik hebben dus heerlijke bananenbread gemaakt. Nee, maar het beslag maakt smaakt. Cecile zit al een half uur voor de ding te wachten. Dus even. Maar hoort hij nu officieel klaar te zijn? Nee. Even kijken, hoe laat is het nu? Nou, hij zit er nu 50 minuten in. Na 55 minuten. Ja, dat is goed, toch? Ik denk uitzetten en laten opdrogen, die handel. Ja, hij ziet er wel gaar uit. Ja, dat ziet er sowieso uit, ja. Het is altijd even spannend. Ik ga dus zo meteen naar Maggie, want die werkt bij Rosecycle. En ik ga daar een lesje doen. Ik heb daar één keer vaker dus gedaan. Ik vond het wel heel leuk, maar het is wel eigenlijk vak. Wat is er gebeurd met mijn neus weer hier? Ja, I don't know. Kom eens. Zit ze in het echt ook? Wat is er dan? Kijk dan. Wow, maar ik heb ook eventjes een wallen gemerkt. Oh, nee. Nou ja. Maar ja, wel heftig om 9 uur 's avonds, zeg maar nog. Nou ja. Nou ja. Ik zie er toch altijd echt niet uit op deze vlog. Het is echt, als je mijn Insta kijkt, denk je dat ik altijd flieky ben. En dan kijk ik mijn vlog en dan zie ik er echt één keer in de week zo uit. Ik vroeg of ik er niet dood. Schat. Dat heb je gisteravond gemaakt. Ja, maar sommige mensen meal preppen dit voor een week. Ja, dat snap ik. Maar die mensen laten het niet in de scooter midden in de zon de hele dag staan. Dat is er gebeurd. Oh, ja. Maar ik heb ook niks meer, want ik ben een barricade. Mag ik het ruiken? Je proeft het waarschijnlijk ook niet meer. Iemand commentte weer onder mijn vlog dat het lijkt alsof ik bang voor jou ben.
wel eens vaker die comment gelezen. Ik heb er nog nooit gehoord. Oh, maar dat heb je zelf voorgelezen. Eén keer comment iemand onder mijn vlog van ja, het lijkt echt of je bang bent voor je huisgenoot. Want, wat zei je nou? Dit is niet waar. Ik heb dit nog nooit gehoord. Ja, oh. Nee. Ik heb wel op kantoor gezegd. Maar waarom dan? Ja, dat ik een soort andere houding heb als ik met jou ben. En dat, dat lijkt me bang voor jou ben dat ik niet tegen jou iets durf te zeggen. Dat zou ik echt heel kut vinden. Ja, maar... Dat is niet, hè? Nee, waar slaat het nou erop? Ik ben heel streng, blijkbaar. Ja, echt totaal niet. Nee, dat is als er maar één iemand iets niet boeit, ben jij iets, zeg maar wel. Ja, misschien omdat ik ouder ben dat ze al denken of zo. Weet ik wel. Nou, dat weten ze niet eens. Nee. Hoe oud denk je dat ik ben? Ja. Denk het in de comments. Laat ook weten in de comments of jullie allemaal nog meer denken. Laat in de comments weten. Ben ik bang voor Cecile? Ja of nee? Ja. Nee, dat zou ik heel kut vinden. Maar de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten was daar wel... Ja, maar toen was je een soort van mijn manager. Ik dacht dat ik heel serieus was. Ja, zeg maar, misschien weten jullie dat niet allemaal. Maar Cecile was vroeger mijn manager. Dus zo hebben we elkaar leren ontmoeten bij Habs & Lewis. Bij Habs & Lewis. En... Ja, dat is wel waar, ja. Toen managed ik jou lezen. Ja. En nu ben je een paar jaar verder. Woon je met elkaar samen, dat is toch een joke? That's how life can go. Ja. Ik ben heel benieuwd. En nu is Cecile ook mijn baas. Ja. Yeah. Mijn baas. En ik ben ook jouw baas. Ja, nee, anders... ik ben ook jouw baas. Ja. Yeah. Jij werkt voor mij en ik werk voor jou. Wow, infinity. Ik vind die buis wel echt erg. In dit licht zie je dat ik een beetje groenig ogen heb. Maar je hebt het er niet uitgehaald. Nee. Want? Hij moet... Oh, hij heeft hem nog aan. Oh, maar dan zet hem gewoon uit. Ja, maar moet hem uit. Want als we nu de uithalen, dan stort hij in. Dus hij moet nog langzaam afkoelen en dan kunnen we hem opensnijden. Ja, en ik moet gaan. Hoe laat begint het? 9 uur, maar Maggie zei, kom om 8:30. Ah! Kom om 8:30, want dan voor, ja, ze kent mij, dan ben ik er dus 9:15. Maar waar is die in de city? In de pijp, helemaal. Maar ik wilde misschien heel verlangs dood op gedachten zeggen. Nou, ook daar. Dan ga je mee. Ja, en dan kan je weer mee even een uurtje daar. En dan kan je weer terug. Geweldig idee, ik blijf met jou mee. Nou, dan gaan we nu. Zo, meteen. Ik ga mijn spullen pakken. Ah! Maar wat blijf je dan daar? Ja, gewoon een uurtje. Oh nee, maar je zegt ik ga mijn spullen pakken. Ja, nee, ik bedoel Leida. Oh. Nou guys, see you later. Morgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb helemaal stress, want ik heb een event en ik moet er nu heen. Dit is de look. Blazer is van Naked. Trui is van Chiquelle. Rokje is van de Zaar. Schoenen zijn van New Balance. Helemaal sporty look. So, I'm gonna go. Guys, van het event. Lekker theegeven. We hebben iets. Helemaal gezellig. Mooie view, want we zijn dus in de Adamtoren. Bij de loft. En we hebben hier dus een event. Maar we zijn nu even eerst een koffietje aan het drinken. Nou, yum. Hardlopen of misschien een blokje om. Alle dingen die we moeten gaan iedere keer weer voor en wanneer het maandag is, dan vraagt ze het weer aan ons. Maar we zijn allemaal volwassen. Al vergeten we dat soms. Dus we mogen nee zeggen wanneer ons iets gevraagd wordt. Het begint bij de ene voet voor de ander. Bij de eerste stap, bij voeten in schoenen en de veter strak. Want... Alright. I'm back. Superleuk event. Mooi verhaal, mooie campagne. Het gaat over mental health en over mental health van jongeren, et cetera. Superleuke locatie in de loft. Ik heb een goodie bag die ik heel even snel unbox. En dan ga ik naar kantoor. Oh ja, het was heel mooi. Ze hebben dus een poem geschreven. En die had een meisje dus vorige dag. Ik heb er een stukje van gefilmd. Sportschoenen.
hardloopschoenen. Nou, dat heb ik nodig. Oh my god! We hebben gewoon JBL AirPods gekregen. What the fuck? Dit is echt tering ziek. Dit is echt tering ziek. Oh my god. En dus Asics hardloopschoenen. Nou, ik heb hardloopschoenen nodig. Helemaal cute. Wel heftig kleurtje, maar ik denk dat ze wel heel lekker lopen. Want ze zien er wel echt ziek lekker uit om in hard te lopen. Cecile heeft een iPad. Must be nice. Maar dit is super chill. Dit is dus gewoon even groot. Ja. Ja. En een pen. En ook zo'n pad. Dat is dit. Oh ja. En dan heb ik ook primer van Ordinary. Dat heb ik even nodig. Echt het beste primer ever. Oké, ik ga hem nu unboxen. Heel benieuwd. Dit is een koekenmannetje. Best goedkoop eigenlijk. Nou, hoeveel? 6 euro of zo, 5 koeken. Huh? Het zijn toch altijd 10, 5 voor 10? Nee, dit is een appie, is wat? Oh. Ik wou net zeggen, het zijn er altijd 5 voor 10. Nee, 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 het was echt geen 10. Wel? Hier, bewijs. Oh, 11 euro. Ja. Wat is dit nou? We hebben het binnen betaald. Hallo, hallo, hallo. Ik kom nu terug van sportschool. 6:30. Ik ga even wat restjes opeten. Een halve pizza. Gyoza's. En wat nog meer. Ga ik even opsnijden. Dit ga ik even opeten. Ik maak er ook wel een eitje bij. Is altijd goed. Ik ga er wel wat lekkers van brouwen. Ik vertrouw mezelf wel. Ja, lekker worky out. Worky worky out. Out. Yum, yum, yum. Oh, ik ga ook nog lekker helemaal mee boontjes maken. Ik heb gewoon geen zin om boodschappen te doen, want het is al 6:30. En ik heb ook gewoon geen zin om mijn geld uit te geven. Dus dan doen we het lekker zo. We lezen nog soms dingen dat ik denk, hoe komt dit hier? Maar oké. Okay. Pizza is alvast klaar. Een soort spinaziepizza, maar ik ben niet helemaal fan. Ja, maar nu heb ik er truffelolie op gedaan. Dat is al veel beter. En wat meer kaas. Die truffelolie is echt heel lekker. Oh my god. Dit is echt de meest bij elkaar geraapte maaltijd ooit. Pizza met gyoza's, ei en kimchi. Nou, eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is echt ontzettend lekker weer. Ik heb echt heel erg keelpijn op één keer. Ik weet echt niet waar het vandaan komt, want ik was juist weer helemaal beter. Maar nu ben ik heb ik heel erg een soort keelpijn, dus ik ga een soort gember concentraat nemen. Hopelijk dat het helpt. Ik heb helemaal kut. Maar ja, dat is eraan. Ik heb zo meteen al een call met een bedrijf. En dan klink ik echt zo als ik uit ben geweest. Net wakker ben of zo. Dat ben ik ook. Maar dat moet je niet weten. Nou. Nou, ik heb weer een outfitje aan. Eigenlijk past deze zwarte top er helemaal niet bij. Nou ja, weet je boeien. En ik ga nu lekker in het zonnetje werken op het terras. Met Floortje. Wat een leventje. Ik ben lekker met Floortje. Eerdie op het terras. Lekker aan het zon. Toch helemaal leven, hè? Bij Bar Bonnie zitten we. Bonnie, Bonnie. Nou, helemaal lekker. Oh, we hebben lekker eten. Ik heb lekker een Caesar salad met krokante kip. Nou, sla mij dood. Nou, we zitten echt zo lekker in het zonnetje, want we hadden het gewoon koud. En hier smelt het. Zonnebankie. Ja, ik moet eigenlijk echt een sunnibank. We hebben zo'n lekkere havenkap nu. Nou, heerlijk. Jongens, ik had dus gisteren een event bij de Adamtoren. Dus dat was met een brunch. Ik zeg, mag ik een cappuccino met havermout? Zegt hij. Havermout. Zegt hij. We hebben alleen koemelk. Denk ik, Adamtoren, de hipste toren van Amsterdam. Een influencer event. En dan heb jij geen havermelk? Nou, dan gaat er niet helemaal kan echt niet. Dat kan toch niet? Dat kan echt niet. Sorry, maar mijn hoofd, ik lijk net een gekookt ei. Kijk nou.
Het is echt niet een goede hoek hoor, Saar. Nee, dit is ook geen goede hoek. Nee, maar ik heb nooit een goede hoek. Kijk, dit is wel een betere hoek voor jou hoor. Voor mij. Ik geef letter. Ja, maar dat lijkt ook door dit schermpje. Dus als je het op de computer ziet, dan zit het er alweer een stukje. Nou, jongens, oh, is mijn vlog nou live? Jongens. We hebben zo'n zwaar leven. Waar is het? Waar is wat? Waar is het? Ik ben natuurlijk met... Oh, ik denk de Kringo. Wil je daar dan meeten? Moet ik daar meeten? Ja, jongens, handen? Ik heb dus iedereen geïnfluenced op kantoor. Je zou het bijna niet geloven, maar it was me. Your new favorite influencer. Wat is het? Waar is het? Ja, bij Sloterdijk. Dat bij Sloterdijk helemaal. Niet daar bij Willem de Zwijger. Daar. Ja, daar kan ook, maar daar ben ik gisteren dus geweest. En dat was wel klein. Ik weet niet of er nieuwe badges binnengekomen. Nou. Ik heb zo'n meeting met echt walgelijk. Ga je zo uitleggen. Ja, die gozer. Hij wil wat van haar, terwijl hij een vriendin heeft. Maar wat waarvan is hij? Weet ik het niet meer. Nou, maar hebben ze een meeting met hem dan? Heb je batterij bij mijn leven? Zij appt mij altijd. Ja, doei. Alrighty, het is avond. 6 uur. Oh, het is nog maar 6 uur. En het is lekker goed. We hebben een salade gemaakt. En we gaan die nu lekker opeten in het bar. Nou guys, ik zou eigenlijk gaan sporten, maar ik ga hardlopen met Cecile. Ik wil net zeggen, misschien gaat dit mijn darmen op gang, maar dat mogen de kijkers wel weten. Met mijn nieuwe shoes, running shoes. Ik heb nog nooit hard gelopen, in ieder geval niet echt dat ik naar buiten ga hardlopen, dus ik ben heel benieuwd. Goedemorgen allemaal, het is vandaag. Langer dan 100 jaar, denk ik. Donderdag, zo dat duurde even. We gaan zullen met Stan even in de stad, want mijn neefje is zondag jarig, dus we gaan even een cadeautje voor hem kopen. En het is super lekker weer, dus heerlijk. Het is mij fit, vanmiddag ga ik werken. Helemaal leuke dag. Hallo allemaal, het is inmiddels 5:15. Uit kantoor, heel snel omgekleed in iets anders. En ik ga nu naar het waterkant, dan kan je heel lekker in de sun zitten. Gezellig met Anna Marel, een tijdje niet gezien. En borrelen, wat eten, drinken. Nou, helemaal leuk. En oh, mijn batterij is bijna op. Het is echt super lekker weer. Het is helemaal chill. En goede werkdag gehad. Ha! Helemaal toppie. We zijn lekker aan het eten. We hebben echt een tour. Ja, wat hebben we? Nee, neem een hap review van. Het ziet er eerder uit als een soort tuna. Ja. Lekker of niet lekker? Jawel. Oh, wel lekker. Ik kan niet plaatsen. Oh, nou, we hebben de steak de taart. En pita. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb een padel event. Dus ik ben helemaal in mijn sporty look. Als het goed is krijgen we er ook een setje van de Lola Club. Maar ik dacht, zo past setje niet. Dan heb ik wel gewoon nog een sportsetje aan. Ik ga er met de auto heen. Ik ga nu Floor ophalen. En dan ga ik erheen. En ik ben echt stront en stront verkouden. Nou, love my life. Ze heeft paars aan. Zo leuk, Saar. Meer. Nou, Saar is lekker aan het padellen. Wij gaan nu weg. Wij gaan naar België. Maar Saar heeft helemaal naar de zin. Een vlog takeover. Ja joh. Merel drinkt even een drankje uit de goodie bag. Gaat Saar zo wel laten zien. Nou, doei. Nou, we hebben echt een heerlijke lunch gehad. Het was heel leuk. Wel lekker in het zonnetje, maar nou, meiden helemaal genieten. Ik ga nu weer naar Nieuwkoop zo. Nou, zo. Heb je genoten? Ik heb zo genoten. Net hier bent, toch? Ik ben helemaal... Ik lijk weer kou op jou. Ik lijk altijd kou op jou. Ja, ik ook. Maar dat komt ook omdat je altijd een hoek uitkiest. Ja, moet ik dan helemaal zo? Ja. Nou, dit was ook weer niet. We gaan naar de padel. Oh ja. Gaat het toch? Ik heb mijn nieuwe skirt. Ik heb een nieuwe broek. Ja, maar dat is ook weer niet. Nee, Sardin dacht echt dat ze het elkaar ging spelen binnenkort. En toen hadden we een wedstrijd en dat ging echt helemaal fout. Ja, ik ga denk ik mee. Ik ga me niet omkleden. Ik ook niet. Jezus, die hele stoel is nat van mijn beeld.
Mijn been voelt helemaal glibberig. Ja, mijn ook. Dit en mijn knieholte zijn ook helemaal, ja, vind ik helemaal water. Alright guys, het is inmiddels 6:30 alweer. Jezus, het gaat tijd hard. Superleuke dag gehad. Ik heb helemaal padellen ondervonden. Ik kan helemaal niet tennis en padel en al. Ik kan het allemaal niet. Maar ik vond het heel leuk en het ging best goed. Maar op een gegeven moment werd ik echt ontzettend moe. Dus ja, toen ging het allemaal niet meer. Maar ik heb heel snel mijn spullen gepakt. En ik ben nu onderweg naar Stan. Morgen wil ik een hele dag varen. Want Stan heeft, of je wel, zijn ouders hebben een boot. Dus ja. Ga ik varen die dag. En morgen super mooi weer. En volgende week, aankomende week, moet ik dus de hele week op het huis van mijn ouders passen. Want mijn ouders gaan dus op vakantie. Dus moet ik de tuin doen en de dieren en weet ik het allemaal. Dus ik heb echt een mega koffer moeten inpakken met allemaal zooi. Helemaal chaos, want wat fuck ga je inpakken? Ik weet het niet. Oké, er zit een vrouw naast mij. Mij fucking erg aan te kijken. Ik ga helemaal stuk. Dus ik keek heel boos. Mag je eigenlijk vloggen in het verkeer? Ik heb echt geen idee. Maar goed, ik ben nu onderweg naar huis. En ja, nou, naar zo. En mijn keel. We hadden een hele mooie borrelplant. Je pakt je camera wel op het goede moment. Ja. Lekker schat. Mm. We zijn even lekker aan het genieten voor vrijdagmiddag. Ja, ik heb echt alleen maar tegenlicht. Ik heb een lekker rozeetje. Is het niet in het licht hier? Nee. Soms is wel een beetje beneden. Dit glas is echt even groot als mijn hoofd. Die pak ik altijd. Ik kan er lekker veel in doen. En morgen gaan ze dan en ik gezellig varen. De hele dag varen. Zin in. Misschien is wel dat we aan het begin even met mijn ouders wat zitten. Oh, dat is toch leuk? Want die hebben in de avond die soort reunie of zoiets. Helemaal leuk. Ik kan ook dat zij eerst gaan. Ja, maar dan krijg je copyright. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ben met Sanderman. Secret, top secret. Oh my god. Mijn boyfriend. Niemand mag hem zien. Nee, dat wil ik niet. Niet? Nou, als iedereen jou kent, gaan ze jou aanspreken en krijg je aandacht van mij en dat wil ik niet. Psych. We gaan nu lekker sporten. Mooi, alsjeblieft. Allebei leg day. En nou, dan gaan we de hele dag varen. En vanavond hebben we nog een verjaardag en een barbecue van de vriend van Stan. En de vriend van Nina, Daan. Misschien kennen jullie hem wel. Wie weet, wellicht. En ja, helemaal leuke dag. Ready to gym? Zin in, ik ook. Benen altijd wat lachen. Benen, leg day. Woehoe. Nou, ik lijk wel gewoon spierwit op deze camera. Hoe kan dat? Nick? Ook. Ik ben wel niet wit. Nee, ik kom door je bril, Saar. Je moet je bril afzetten. En nu? Ik denk dat het overbelicht is. Weet je dat? Lekker setje. We zijn lekker aan het varen. En schattepachat. Heel goed. De nieuwkoopse plassen, you know. Place to be. Nou, in de zomer wel. Winter ook, mogen schaatsen. Ja, winter schaatsen inderdaad. Maar we zijn lekker rondjes aan het varen. Zo wat eten. We hebben even wat hapjes gehad bij de appie. We genieten. Ik hoop dat ik lekker blij word, want I need a tan. Ik ben al goed bruiner. Nee, bruiner. Jij ook. Wat? Jij bent wel helemaal bruin. Ik ben wel bruiner. Ja. Oh! Nee, het is gewoon diopenot. Kan dat? Diopenot, zeg. Stommaard. Ja, jij hebt gisteren ook de hele dag op de poot gezeten. Mag het? Ja, nou. En jij hebt gisteren lekker gepadeld. Ja. Hey, ik kom mee padellen. Ja, hoe gaat ie nou? Zet hem eens op. En padellen. Ik heb die juice. Mij niet bellen, dat zei jij. Mij niet bellen. Ik ga padellen, mij niet bellen. Nou, mij wel bellen, want ik vind padellen echt heel erg leuk. Hier. Ik ga er bellen. Ik heb die juice. Bellen. Oh. Bellen. Ik heb die. Wie zingt dit? Juice, ga niks vertellen. Surfing gang. Surfing gang. Ik ga er bellen. Kom mee padellen.
Ik heb die juice. Ja, dat was het. Ik had gisteren de hele dag dat lied in mijn hoofd. Kijk hoe mooi het hier is. Daar word ik helemaal gelukkig van. Nou guys, oh my god. We hebben dus zo'n verjaardag. Ik heb hem even een beetje klaar gemaakt. Ik heb hier geen steltang, niks. Dus maar zeg. I don't know. Ik ga even dit tasje aandoen trouwens. Dit is look. Hele leuke rok. Deze zijn van H&M. Nee, waar zijn deze van? Ik denk Naked. Nee, ik heb echt geen idee. Van de Pull & Bear. Van de Pull & Bear. Ik had echt geen idee. Dus. Hey. Kijk. Wat een mooie trui. Hè? Ik heb één trui voor de zekerheid. Voor ons allebei? Nee. Oh. Moet jij ook iets pakken? Precies wel een jasje of zo. Zou ik hem niet een trui delen? Nee, ik dacht gewoon voor als één van ons. Ja, dat kan wel. Maar ja, stel het is wat vervelend. Ja. Ik heb er beter dan twee mee in de tas of zo. Even als ik iets anders kan. Voor Famaro mee. Bijna op, maar ik denk. Ga je nog een tand? Zo. Nee, ik vraag het gewoon. Nee. Kou dan? Ja. Jo. Kou. Moet er nog meer mee? Daarvoor bedoelde ik het. Oh. Hier. Thanks. Dan kijk ik die banden nog goed zijn. Portemonneetje, maar. Leuke tas. Nou, kunnen we gaan. Ik moet nog een luchtje op doen en dan kunnen we gaan. Ja, dat is top. Ja, heel veel mensen hebben. Ik sta daar ook in, hè. Dan ging die hele op zijn gezondheid. Ja, ik zeg het je. Adela verzocht. Dat doen we ook in. Nou, we staan in de vlog. Bal is ook in de vlog. Hoi allemaal, we zijn op een feestje. Bij Bo voor haar. Boven haar? Wat is dat er weer? Bo heeft weer haar. Oh ja. Heb je dat ook op de vlog staan? Dat je haar hebt. Waarom ben ik hier niet binnenkomt? Grap. Weet je hoeveel mensen... Grap. Ja, dat dus. Oh, hallo. Oh. Kijk, Boer op de bank in Italia. Ik heb mijn hart gelopen. Ami, mooie Amalia. Dit is allemaal copyright. Gaan we naar Club B? Nee. Nee. Nee, ik zeg nee. Nee. We gaan niet. Ik ga lekker naar huis. Nee, ze gaat niet. Ik wil er nog iets zeggen. Ze gaat niet naar huis. Ik ga wel naar huis. Ze gaat niet naar huis. Ik wil niet zeggen, maar ik weet niet meer wat. Ja, iedereen zegt dat ik bruin was. Ja, dat ben je ook. Maar je bent ook echt doe maar bruin. Niet. Doe maar gewoon uit dit jasje op dit dingetje. We gaan het gewoon even uitzetten. We gaan gewoon even morgen weer zeggen. Oh, ik heb gisteren niks gevlogd, sorry. Ja. Oké. Okay. Hallo, hallo. Het is vandaag zondag. Goedemorgen allemaal. Mijn stem klinkt echt niet best. En dat komt omdat ik gisteravond de hele avond heb lopen blaren. Ja, weet je. Het was gewoon leuke muziek. En ik heb gewoon lekker meegeblaard. Het kennen allemaal. Het is nu 10:45. En ik moet naar mijn ouders. Dan ga ik mijn oma even snel klaarmaken. Dan ga ik mijn oma ophalen. En dan ga ik mijn broer ophalen. Want ik heb de verjaardag van mijn broer. Van mijn broertje. Van mijn neefje. Van kind van mijn broer. En dat is helemaal in Enschede. Dat is 2 uur rijden voor mij. Dus ik moet in deze mooie dag 4 uur lang in de auto zitten. Helemaal top. Love life. Nee, maar ik vind het wel heel leuk om mijn neefje hier te zien. Want die zie ik niet vaak. Omdat hij dus zo ver weg woont. Ja. Bye bitches. Bijna! Zo! Hey!
Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Verjaardag was helemaal gezellig en geslaagd. Alleen, het was zo ver rijden. Ik heb echt gewoon 5 uur vandaag in totaal in de auto gezeten. Dus ik ben er echt helemaal klaar mee. Echt kapot. Stan is zijn broertje even aan het ophalen bij het festival. Zijn broertje is daar verknipt geweest. Fucking leuk. Dus hij is die nu even aan het ophalen. En ik ben thuis gebleven. Ik zou eerst meegaan, maar ik heb al zoveel auto gereden. En oh my god. Ik zie hier opeens allemaal zieke vlekken. Wat is dit? Zelfbruin of zo? Ik zou eerst meegaan, maar ik dacht, nou, ik moet gewoon even me-time. Dus ik heb even lekker met mijn nageltjes gedaan. Met nieuwe stickers. En ik ga mijn bed opmaken en dan lekker slapen. Goedemorgen, ma. Hallo zeg. Dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat je het een leuke week vond. Vergeet zeker niet je girl te supporten. Door een blauw duimpje omhoog. Abonneren, subscribe, hetzelfde. Te volgen op Instagram en TikTok op bij Etsa Food. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei!